Noah, je eerste interview als PSV'er. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hoe voelt het om hier te zijn? Ja, ik ben heel blij om hier te zijn. Het waren twee hele lange weken voor mij in de fase dat er werd onderhandeld. Maar ik ben blij dat het nu eindelijk rond is en dat ik nu eindelijk hier ben. Ja, de eerste keer dat je naam werd gelinkt aan PSV kwam het voor mij als een beetje een verrassing. Hoe was dat voor jezelf? Ja, ik denk wel dat het voor meerdere mensen misschien een verrassing was. Het werd natuurlijk niet van mij verwacht misschien dat ik open stond voor het terugkeer naar Nederland. En toen eigenlijk al 2-3 maanden geleden werd aan mij gevraagd of ik open stond voor het terugkeer naar Nederland. Toen heb ik eigenlijk gezegd, ik ben ook pas vader geworden en zo. En een EK komt eraan. En ik ben gewoon echt heel hongerig om ook in Nederland kampioen te worden. En dat ik echt een groot aandeel erin heb. Ja, welke stappen wil je hier gaan zetten? Ik wil dat ik meer natuurlijk verder blijf doorontwikkelen. Op het veld, maar ook buiten het veld. Ik hoop dat ik de jeugd kan inspireren. Nog meer. En dat mensen echt naar mij kunnen opkijken als voorbeeld. Voor binnen en buiten het veld. En ik hoop de club heel veel prijzen te kunnen bezorgen. En natuurlijk Champions League te halen en daarin gewoon zo ver mogelijk te komen. Ja, die Champions League behalen. Hè? Jullie spelen voorronde. Ja. Hoe belangrijk is dat voor je? Voor mij is dat heel belangrijk. Eerlijk is eerlijk. Ik heb tot nu toe elk seizoen van mijn carrière heb ik in de Champions League gespeeld. Dus het is voor mij heel belangrijk dat wij de Champions League gaan halen. En daar ga ik alles aan doen en daar gaan wij allemaal alles aan doen. Ja, je staat bekend als excentriek. Hè? De supporters verwachten ontzettend veel van je. Maar er is ook wel de vraag van, joh, past zo'n jongen bij PSV? Hoe kijk je daar zelf naar? Geloof mij maar dat ik hier ga passen. Ja? Ja. Wat kunnen we hier van je verwachten? Het is natuurlijk wel een beetje bekend wat de club in huis houdt. Ik ben gewoon altijd mezelf en als je mij kent, dan weet ik zeker dat je met mij door één deur kan. En, ik ben gewoon iemand die met trots speelt voor de club waar hij speelt en altijd alles zal geven. En misschien ben ik niet altijd de makkelijkste, maar het is wel wie Noah Lang is. En Noah Lang is nu al hier en Noah Lang is hier om te presteren. Ja. Peter Bos is de trainer waar je mee gaat werken. Heb jij hem al gesproken? Ja, ik heb Peter Bos al gesproken. Ja. Is dat een belangrijke reden dat je hier bent gekomen wellicht? Eerlijk is eerlijk. Peter Bos en Marcel Brands en Stuart verdienen hele grote complimenten. Want ze hebben wel echt hun best gedaan om dit voor elkaar te krijgen. En misschien komt het naar de buitenwereld over. Misschien als, waarom gaat hij terug naar Nederland? Maar voor mij is dit echt een hele weloverwogen keuze. En dat komt mede natuurlijk door Peter Bos. Ja, een speler waar we je mee hebben zien samenspelen is Xavi Simons. Ja. Heb je met hem gesproken over een eventuele komst? Een klein beetje. De geruchten kwamen een beetje rond het Nederlands elftal. Dus toen hebben ze me wel een paar keer aan mijn mouw getrokken van hoe zit dit, wat klopt dit. Maar ik kon er toen nog niet heel veel over zeggen natuurlijk. Ja, ze hadden geïnformeerd, et cetera. Maar ik kon er gewoon nog niet heel veel over zeggen. En ik ben blij dat ik nu wel kan zeggen van, ik ben er gewoon. Ja, hebben zij jou een beetje over de club verteld? Ja. Jordan Tate ook heel veel. Die snapt dan elke dag als hij de headgang oploopt, gaat hij de kleedkamer filmen en zegt hij kom, wacht. Dus dat is wel mooi gewoon, die waardering die je dan ook krijgt van die jongens die je kent. Dat ze heel graag in hun team willen hebben. Ja, je hebt tot 2028 getekend en je gaat met rug nummer 7 spelen. Ja. Vertel het verhaal daarachter eens. Nummer 7, ik heb gewoon heel veel met nummer 7. Ik ben opgegroeid in Rotterdam, in de wijk Zevenkamp. Ik zit 7 in. Ik ben geboren op 17 juni, zit er 7 in. Mijn zusje 27, zit er 7 in. Mijn zoontje 25, 2 plus 5 is 7. Ga zomaar door. Debuut met 37, ik was 17. Dus ik heb gewoon heel veel met rug nummer 7. En het komt ook gewoon steeds weer terug. Dus ik ga met nummer 7 nu spelen. Man. Ja, want dat nummer dat werd vorig seizoen gedragen door Xavi Simons. Ja. Die gaat nu met nummer 10 spelen. Heb je met hem daarover gesproken? Een van de eerste keer dat ik dus met PSV sprak en dat ik echt in mijn hoofd had van ik ga dit gewoon doen, zei ik wel gelijk, ik wil wel nummer 10. Toen zeiden ze van, dat hebben we met Xavi net afgesproken. En toen zei ik, geen probleem, is goed. Ik pak dan wel nummer 7. Dus nummer 7 is ook mooi. Maar anders had ik wel nummer 10 gepakt.